Erik, wat vind jij van de schilderij? Prachtig. Prachtig. Als ik hem tegen zou komen, zou ik hem kopen. Echt. Wat zie jij in dit schilderij? Het is een stad. Een hele grote stad. Hè? New York, Los Angeles, Chicago. Ja. Kan elke stad zijn, gewoon waar heel veel mensen wonen. En je ziet de verschillende delen daarin. En je ziet ook gewoon nou ja, ze hebben de mooie plekken. Gouden plekjes, zoals hier. Ja, precies. Maar ook, je hebt ook wat andere mooie plekjes, zoals hier. Ja. Maar ik noem ook specifiek een Amerikaanse stad, omdat het geen historie heeft. Omdat het echt gewoon rechtlijnig allemaal opgebouwd is. Het is niet zoals een Europese stad waar alles gewoon kronkelt. Maar uiteindelijk met de jaren zie je ook gewoon van, ja, dat die rechtlijnigheid ook weer vervaagt gewoon. Ja. En dit is dan de buitenwijk van de stad? Ja, ik zie dat een beetje als een suburb. Gewoon hebben ze wat meer ruimte. Het is allemaal wat lichter en kleurrijker. En hier heb je dan wel de gouden plekken in, gewoon. Maar ook ja, zeg maar, de zwarte kant, gewoon. De grijze kant. Nou ja, De moeilijke kant van de stad. de moeilijke De kant, gewoon. pijnkant, ja. Ja. Ja, zo kijk ik er eigenlijk tegenaan. Ik vind het een prachtig schilderij. Ik vind het ook een heel mooi schilderij. Ik dank je wel. Ja, graag gedaan.